natuurlijk een heel bekend gegeven dat er heel veel rijke mensen zijn die absoluut geen smaak hebben. Maar de andere kant is, gebeurt ook wel eens. Hè? Dus dat je wel denkt van ik hou van mooie spullen. Ik heb graag een gaaf ingericht huis. Maar ik heb er geen honderden of duizenden euro's voor over. Vanavond hebben we een avond dat ik een gerechten ga maken. Ik ben een aantal weken geleden met de redactie van het blad Jans naar de supermarkt geweest. En ik ga vanavond met een aantal ingrediënten die ik toen de tijd heb uitgekozen een menu maken. Ter gelegenheid van de presentatie van het blad. Wat ik zo leuk vind aan het blad is dat het inspireert en het zet je aan om gewoon op een leuke... actieve manier na te denken en ook te handelen naar wat doe ik met mijn geld. Het gaat er niet om hoeveel je hebt, het gaat erom of je het verstandig of je het goed uitgeeft. Ik denk zeker dat je voor 10 à 12 euro een hele goede maaltijd kan serveren. Ja, men denkt dan meestal gelijk aan een aantal gangen. Maar ja, waarom zou je niet gewoon één mooie salade maken met rijke componenten? Rijker dan tussen aanhalingstekens, maar een mooie salade met morseltjes en wat garnaaltjes. En er zijn er wel meerdere ingrediënten die best relatief goedkoop zijn, maar waar je wel iets hele mooie salade mee kan maken. Het mooiste voorbeeld voor Jans is natuurlijk... een 2-sterrenkok, in dit geval Lucas Rieven, die met een dingen van de supermarkt kookt. En dat kan de weet ik wat voor supermarkt zijn. En in dit geval hebben we een van de goedkoopste genomen. En hem gevraagd of hij die uitdaging aan wilde gaan. En dat wilde hij heel graag, vond hij heel erg leuk. En zo zijn we aan de gang gegaan, dus hoe Jansen kan het zijn? Wij zijn eigenlijk een ICT-uitgeverij en doen in van allerlei bladen die gaan over dingen met een stekker eraan. En op een zekere dag, inmiddels bijna een jaar geleden, komt er een dame aan je bureau en die zegt, ik wil een blad maken, eigenlijk over mezelf. Ik ben Esther Jansen en we noemen het Jansen. En toen dacht ik, dat is cool, dat is leuk. Jansen staat voor vindingrijkheid, creativiteit, bewust omgaan met je salaris, je budget, of hoe je het noemen wil, gaat om slim. Af en toe lekker onverantwoord, hè? Ja. Positief zijn. En inderdaad, het ene moment sta je in je gale jurk in de Bokkendoorns. En het andere moment sta je misschien wel in je afgerachte spijkerbroek toch die ene tas te kopen waarvan je denkt, oh, dan moet ik volgende week toch macaroni eten. En de maand daarop misschien ook wel. Maar gewoon blij zijn met wat je wel nadenken, maar gewoon creatief zijn. De kwaliteit vind je in jezelf. Niet in wat je aanschaft en koopt en duur, duur, duur. Maar zorg ervoor dat je gewoon bij jezelf blijft en daar vind je je eigen rijkdom in.